lijntje. We zijn terug voor eigenlijk de derde match, maar toch nog in de tweede ronde. Want Elite Squad was een beetje vermist, maar we gaan nu snel de actie in. Het is uiteindelijk nu een nieuwe map. Het is Consulate. Consulate gaan we zien. Ja, en ze spelen dan tegen Lowland Siege, een team wat in de eerste ronde met 5-1 had gewonnen. Erg overtuigend. Ik zal nog even voor de zekerheid refreshen, maar Elite Squad heeft ook met 1-5 verloren van de Stroopwafel Warriors. Nou zijn de Stroopwafel Warriors qua naam al natuurlijk echt de winnaars. Ja. Maar ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden. En we gaan nu in ieder geval in actie komen. Consulate. Ja. Wat kun jij vertellen aan de map? Wat voor nou, het is sowieso mijn favoriete map. Met Windigo hebben we eigenlijk altijd wel redelijk goed Consulate kunnen presteren. Het is redelijk defense-sided map toch wel. Je hebt beneden dat goed is te verdedigen, echt in de garage. En je hebt boven natuurlijk de console office en de CEO, wat eigenlijk admin de enige echte entry is, of yellow stairs. Dus ja, het is redelijk hard om moeilijk om echt te kunnen enteren daar zo. Daar is hij al. Het duurde even voordat hij aan het laden was. Maar we gaan dus even zien wat de heren meenemen. Ik zie hier een redelijk goede line-up van Oland. Killer Beast die met de Termite, Hard Destructor, Bug, Soft Destructor en dan zien we Lion en Blackbeard. Als het boven is, gaat Blackbeard, vermoed ik, op de console raampjes zitten, waardoor je toch gewoon een complete line of sight hebt door eigenlijk de hele bovenverdieping. Wat rotate eigenlijk redelijk moeilijk maakt, want het heeft een redelijk goede gun en ja, dan gecombineerd met die line, dan kom je helemaal nergens meer, want dan elke beweging die je maakt zal fataal kunnen zijn. En ze gaan dan ook voor de console office. Het duurt alleen nog even voordat Danny is geladen. Dus hij heeft misschien een beetje zijn broodrooster meegenomen van thuis. Ja, zijn hamstertje nog geen eten gegeven. Dat zou ook niet kunnen. Dit wordt ook al wat later. Het is haast de etenstijd. Dus die beesten moeten ook gewoon eten hebben. Om happen. Goed te happen. Ja, goede grap. Dank je. Ja. En Magic Hand zegt ook, geef maar even een schreeuw, dan weten we waar jullie zijn en waar we dus dingen naartoe kunnen gooien. En hier ziet u het prachtige consulaatgebouw van Frankrijk. Hopelijk is dit niet waarheidgetrouw met aanvallen, want dat gun ik ze dan weer niet. Gamesound is momenteel nog even vermist, maar daarvoor hebben wij een hele goede productie die op knopjes kan drukken. Daar is het dan. Ze zijn al een beetje aan het reinforcen, maar het geeft nog niet echt de blijk van echte coördinatie. Sommige dingen worden kapot gemaakt. Sommige mensen zijn zwaar op zoek naar drones. Maar als je niet gaat EDS'en, dan dan vlieg je kogels alle kanten op, letterlijk. Ja, nee, leuke poging van René R. Ongeveer dezelfde niveau play van René Treur, als ik het zo zie. Ik weet niet, heeft René überhaupt de game... Ik weet niet of hij het weet. Heel start. Behalve wel een voorkasten. Maar ja, het kan misschien alle kanten. Misschien een keertje gespeeld in de ESL Studio in Haarlem. Ja, wie weet. Ik zie me nog wel vooraan om dat soort dingen te proberen. Maar de action phase is dan begonnen. We zien de Twitch toch nog wel van afstandje. Want die wil natuurlijk kijken of misschien toch nog een Mira-window was die hij kapot kan maken. Maar nope. We zijn er in ieder geval achter dat er geen roamers zijn in de... Ze gaan dus alvast zo close mogelijk op de site zitten. En ik denk dat Termite even een kijkje gaat nemen door de skylight hier zo. Misschien dat hij iets kan raken. En, dat bovenste stukje van die muur daar is destructible. Dus hij had daar mute kunnen pakken al als hij met een drone wist waar hij zat. Dat hij hem ook kunnen opbengen. Ja, of gewoon bug die er even langs zou komen. Ja, dat zou kunnen. Even een line of sight openen. En dan kun je zo de site binnenkijken. Kun je ze daar binnen zien rotaten. Ja, vaak zie je teams ook wel veel controle nemen van yellow stairs. Waarom doen ze dat hier niet? Is gewoon iets wat ze niet helemaal weten? Of ja, het zou zomaar kunnen dat dat niet binnen zit. Zo te zien gaat Twitch gaat Spider-Man'en, zoals wij dat altijd noemen. Ondersteboven naar beneden door de skylight. Termite gaat mee, dus ze gaan hier de circular desk pakken, de long desk. Terwijl Lion en zijn maatje aan de andere kant zitten. Spotten daar dan één speler, is dan ook gescand hoe de ping erop ligt. Ondertussen heeft Magic Hands dan vanuit de window... Met die Blackbeard een kill op Snoopy Dax. Daarmee heeft hij dan ook al een entry point naar één bombsite. Zijn shield is wel getagd. De drone komt erin. En René R dan met de trade track. Pakt er dan twee op Killer Beast en OCG. Dus waar hij in het begin een beetje daar bewoog, heeft hij zich toch kunnen herpakken. Gaat alleen dan wel dood aan Bashje. Hij was trouwens gespot online. De durende dat hij die twee kills maakte. Dus ik weet niet of ze greedy werden of dat
iets anders was. Harde blaze, maar de diffuser is geplant. Was je dan met een follow-up en een laatste drone die er nu ingaat? Heel veel nades al gebruikt om wat af te houden. En dan is daar volgens mij ook de Lion Show. En Bash volgens mij met een 4K alweer. Ja, dat klopt. Zo. 4 kills. Gaat er lekker in. Denkt van ja. Ik weet waar je zit. Dus ik weet waar je zit. Dus ik kom je halen als je nou niet beweegt. En als je wel beweegt, dan ben je gespot. Dus dan ben je ook doelloos. Ja, ik denk dat hij had bedacht van, oh ja, Nerf is al in. Nee, maar alsnog had Pasje dezelfde angle geprefired. Want heel ergens anders had hij niet kunnen zien. Klopt. En dan gaan ze voor Garage. Daar hoort eigenlijk ook vaak wel de Bandit bij, zoals ze nu hebben. Ja. Gewoon puur om die Vermite een beetje af te kunnen houden. Om het een beetje te kunnen pesten met een Bandit trick. Is redelijk irritant. Moeilijk om vanaf te komen. Nou, hierboven zou je een Ash kunnen inzetten om een gat te maken in de piano. Waardoor je, zodra je gaat termite op de middle wall, dan wil Bandit toch nog even dat snel dat dingetje wegzetten. En dan kan hij zo zijn kop eraf worden geschoten van boven. Dat vind ik wel mooi. Ja. Of zo rush je naar binnen via yellow stairs. Even snel een quick peek aan de zijkant. En dan kan je ook snel Bandit pakken. Ja, en in jouw competitive histories, start je liever op Garage of was je toch meer een console office persoontje? Nee, wij wisselden altijd een beetje af. De ene keer starten we op Garage en de andere keer starten we op boven. Het is maar net van... Flavor of the month. Nou, we weten dat we sterk waren op beide sites. Dus dan gaan we proberen te anticiperen van gaan ze wel of geen termite nemen. Denken wij van ze nemen geen termite, dan gaan wij beneden. En dan zijn ze eigenlijk al fucked vanaf het begin, want ze kunnen niet meer de garage erop en dan kunnen ze alleen nog via de hedges en via de trappen komen. En dat zijn toch twee kleine punten waar je het liever niet via moet troppen. En op zich wat ik ook wel eens heb gezien is dat er bijvoorbeeld dan een Valkyrie een beetje meer camera's ook bij de staircase hangt. Ja. Hoe groot fan ben je daarvan en hoe cruciaal zie je dat eigenlijk in? Wij zijn redelijk... In het begin hebben we altijd Valkyrie gerund en die hoorden we dan buiten zodat we wisten wanneer ze rappelden. Als we bijvoorbeeld boven zaten, dan wil je weten wanneer die Blackbeard op die ramen zit. Wat je dan kan doen is via die garage zou je een impact nade kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door Ella te gebruiken. Je gebruikt een impact nade, rennen naar buiten zijn 3 speeds, wordt niet meteen gespot, zou je eventueel Blackbeard kunnen pakken. Hoe bash je dan met een spawn peak en een kill op Danny W? Dan is hij alweer lekker bezig, gaat op zoek naar een tweede angle, ziet daar dan niemand en er is ook niemand aanwezig. Complete yellow stairs is van deze man die al 5 kills op zijn naam heeft. Ondanks dat de tweede ronde nog maar net is begonnen. Ja, en je ziet ze wel een beetje struggelen met hoe ze hier nou precies heen gaan. Wel een claimer om de run-out te voorkomen. Zodat niemand via die deur naar buiten gaat. Maar Bash weer met een kill. Die man, je denkt van, hij heeft 1 kill. Hij gaat nu wat rustiger aan. Maar hij wordt dan gepusht vanuit de skylight en heeft dan 1 kill. Gaat dan wel in... De barbed wire heel veel lawaai maken, maar is zo hyped voor zijn aim dat hij eigenlijk op zoek wil naar meer. Wordt dan wel gewallbanged. Bijna dood. 5 HP'tjes over, heeft nog 2 impact nades. Gaat dan kijken of hij toch nog ergens anders wat voor elkaar kan krijgen. Die man, ik weet niet wat hij op heeft, maar ik denk niet dat was ook dat de eerste ace en enige ace tot nu toe die we zagen in ronde 2 of ronde 3 van de eerste match. Toen hij met de flank kwam en eigenlijk iedereen redelijk makkelijk oppakte. Ja, hij zit weer gewoon bij Yellow Stairs, is weer iemand bij Skylight en daar gaat hij straks weer naar zoeken. Er zit ook nog iemand buiten die normale entrance. Maar Ela moet daar voor oppassen dat daar aan de rechterkant, waar nu ook een Claymore ligt. Zo, die nog een man vandaan. En Bash je gewoon met een derde kill? Hoe werkt dit? Stuk voor stuk kwam komen ook binnen ze... via de Skylight leek het. Ja, stuk voor stuk krijgt hij de kans. Ziet dan ook nog zijn Claymore, dus geeft daarmee een goede info naar Ella. Die dan wel damage neemt, het niet kan terugdoen. Maar ja, Bashy die op zoek is naar een tweede ace. Dan gewoon al liggend een angle gaat houden. Ondertussen heeft Snoopy Dex dan de kill op OCG. De enige kill die eigenlijk terug is gekomen. Denkt misschien dat er nog eentje komt. Tweemaal. Misschien dat de derde ook nog denkt van laten we even via de skylight gaan. Zoals don't stop believing. Hold on to that feeling. En ja, Bashy nog steeds dus met die low AP heeft daarmee nog wel een kill weten te halen. Is redelijk stabiel, redelijk stil. Drogen dan met de kill op Ren AR. Dan heb je Snoopy Dex als laatste over. Heeft dan wel uiteindelijk de legendarische Bashy gekillt. Maar in Yellow Stairs zit daar dan een Ela. En kan die het dan afmaken? Nee, Ela is al dood. Haha, ik loog. Volgens mij is die Jager dan. Wordt hier in een Ela trap, stapt hij en met nog 10 seconden te gaan. Ja, je moet dan toch gaan, want er is geen tijd om anders... Ja, je kan eigenlijk niks doen. Dus hij had voor de pan moeten gaan in die tijd. Of ja, voor de kills. Ja, gewoon full boss. Buiten blijven had het niet geholpen. Dus hij probeert het, maar er hing nog een Ella trap van Ella die daar even langs liep. Dus ja,
gezien in Tachanka. Interessante keuze. Terwijl het gewoon eigenlijk weer dezelfde offensive setup is van de Lion of de Lowland Siege. Ik was even confused omdat ik een leeuw zag daar. En, ja, Lion, ja. Lion. Ja, het, ze proberen hem altijd een beetje te fucken. Maar uiteindelijk komen we er toch weer uit. We hebben een smoke, een Kapkan, een Rook, een Chunker en een Castle dus. Voor de defensive side van de Elite Squad. Die de eerste match ook al met 5-1 hebben verloren. En het hier tot nu toe niet veel beter doen. Je ziet Bashy gewoon steeds die 1 tegen 1 krijgen en die slopper stuk winnen. Op 1 wint Bashy het. Dus ze zouden het tot op strategie moeten terugbrengen. Maar het is redelijk lastig als je de game nog niet veel hebt gespeeld. Of dat je geen ESL ervaring hebt. Dan is het redelijk moeilijk om toch die strategie nou zo uit het niks uit de mouw te schudden. Waarmee je Bashy kan onderdrukken. Ja, ik zou gewoon een van de random strat kiezen dat ik een Ashe vooruit stuur, dat hij een paar dingen kapot schiet. Dat we daar gewoon doorheen rennen en kijken of we dan mensen kunnen overwhelmen met de number advantage. Het is niet echt een solide strat die jij ooit zou hebben toegepast, maar je weet maar nooit of we hebben wel rushes toegepast. Als we zagen bijvoorbeeld van de achterkant is bijna niet gereinforced en er zit niemand, dan rennen we gewoon, zijn we gewoon naar binnen gerend en hebben we gewoon de bom geplant en uiteindelijk nog zo de ronde winnen. Maar het ligt er, kijk, als je ziet dat het dat iets slecht is verdedigd, dus zoals je nou ziet, er is helemaal niemand aan de achterkant. Die zouden via Visor zouden ze naar binnen kunnen rennen. En dan hadden ze zeg maar nauwelijks offside kunnen zijn tegen deze tijd. Nou, hebben ze dan niet gezien of ze hebben ze denken van laten we het gewoon rustig aan doen en laten we niet te overmoedig worden. Niet te risky plays gaan doen. Ja, er wordt nu nog wat gereinforced aan de achterkant. Die dus zoals jij zei onderverdedigd was. Ondertussen dus de bug die nog even bij de garage gaat kijken of ik wat Bandit dingen kapot kan schieten. Terwijl er ook een Firmite bezig is om dan even die wall kapot te maken. Er liggen geen Bandit traps, want er is geen Bandit. Dat betekent dat er ook bij garage nu een entry point ligt. En langzaam maar zeker alles uit elkaar valt om de spelers van de Elite Squad heen. De eerste speler, Spiderweb 266, is dan al dood. De tweede Lion Drone komt erin en dat betekent meestal weer een beetje extra actie. Eén man is dan gespot. Het is er een AR, die is al low in de Kapkan trap. Tagt Drogon dan wel. Die pakt daar dan een hole, die schiet daar dan ook. En Killer Beast die heeft ondertussen al 2 kills, waaronder op de Ren AR. Het is, gaat Drogon dan wel dood. Danny met die Tachanka en de turret heeft dan een kill. En maakt het dan weer een 3 tegen 2. Gaat dan falten, gaat dan dood naar Magic Hands. Die uiteindelijk wordt geteamkilled door Killer Beastie. En die maakt er dan gelukkig nog wel af, anders was het wel heel gênant geweest. Maar als hij nou ook nog zou worden opgepakt, dan was het een 1 tegen 1 geweest. En dan is het toch in één keer lastig om, om ze terug te brengen. En ondertussen komt er allemaal voedsel binnen, dus dan ben ik compleet gefocust. Dat is een simpele man. En het staat dus 3-0 voor Lowland Siege, die in de Counter-Strike compo toch een beetje teleurstelde naar hun eigen idee. En dan hier terugpakken. Carrière switch misschien. Het gaat goed. En wie weet doen ze wel mee aan de ESL Benelux League dat Qualifier. Zijn, die vanaf volgende week losgaat volgens mij op woensdag. Maandag en woensdag. Maandag en woensdag, was, ja. Dan kan u allen, als u een team van 5 spelers heeft waarvan het merendeel uit de Benelux komt. Klopt. Dus 3 of meer. Gewoon qualifier meedoen voor grote prijzen. En, €7.500 totaal voor de prijzenpot. Dus het is een redelijke prijzenpot. En per qualifier gaan naar 4 door naar de playoffs. Dus het is een. Er is redelijk kans dat je het gaat halen. En als je denkt, maar ik ga het toch niet winnen, doe het gewoon. Joh. Ja. Het is een leuke experience. Dus gewoon even met je vriendjes een avondje spelen. En daarmee kun je jezelf toch ontwikkelen. En kun je misschien ook een ander aspect van de game ontdekken. Er zijn ook genoeg weekly cups in de go voor hupplepup, weet ik veel wat. Go voor Benelux kan je 1200 RCX credits PP winnen elke week. €500 elke maand. Dus het is een redelijk iets om mee te doen. Ik zie kansen. Klopt. En er gaat daar een drone. Jaeger ziet hem dan wel, maar rent erachteraan, maar ziet hem niet. Ziet hem toch niet daar liggen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel die outline, dus voor ons is het iets makkelijker om te zeggen. En dan begint nu weer de action phase. We zien dan geen gekke shield dudes zoals als die als eerste naar binnen gaat met de bom, dat zou ik niet doen, maar dat komt er ook zo meteen iemand tegen. Volgens mij is dat Ella die daar onderaan de trap zit, die nou naar beneden gaat. Inderdaad, dat is Ella. Ik weet niet of hij het gehoord heeft dat er iemand via de main entrance naar binnen kwam. Ik denk het haast niet, maar Rene Air heeft een keer op de topfragger van de Lowland Siege Squad.
Die dan meteen doodgaat, ondanks zijn vele kills. Maar je hebt je official OG die dan een angle afhoudt. Die daarna bijna de kill René krijgt. Maar Tools komt met de shotgun de hoek om. René die als afleiding. Gewoon een decoy. Daar zo gewoon doorrennen en shotgun erachteraan opgepakt. Als het werkt, dan werkt. Daar gaat hij weer. Ja, hij rent nou, gewoon door en dropt dan wel de diffuser inderdaad. Maar hij heeft hem wel weer, die tools. Dus dit is echt de ziekste strat die ik in mijn hele leven heb gezien. Magic Hands dan wel met de kill op Spider-Web. Maakt het een 2-3. De Dog en de Jaeger leven. En zij proberen er nog wat van te maken. En dat doen ze ook zeker. Oh, Drogon. Dan met een jump uit de window. Pakt daar 2 kills. Hadden niks verwacht. En kijk met wat voor souplesse en wat voor hipfire die eigenlijk dat doet. Nou, deze shotgun is zo underrated. Ik vind echt serieus oprecht dat dit de beste shotgun is in de game. Maar het hele feit is, je hebt die ACOG op defense, op Doc en Rook. En die wil je eigenlijk gewoon niet weggeven voor die shotgun. Maar ik vind het echt, het is zo'n leuke shotgun om mee te spelen. Want hij hit zo hard en je kan zo snel schieten. En op zo'n lange range is hij effectief. Maar ja, maar hij kwam hier ook lekker close. Ja, dus hij kwam gewoon lekker close aan al heel veel kans. Al heel goed natuurlijk. Ja, en nu is dan ook meteen matchpoint voor de Lowland Siege Squad. Ze gaan dezelfde set te brengen die ze eigenlijk elke keer al hebben gedaan. Ja, nou, if it ain't broken, dan hoef je het ook niet te fixen natuurlijk. En als het zo goed gaat elke keer, dan afgezien van die teamkill dan. Maar ja, dan hoef je ook niet iets aan te passen eraan. Dat deden ze gewoon puur om een beetje te BM'en natuurlijk. Ja, dat ging voor de stijlpunten. En we gaan zien wat ze er nu van kunnen maken. Het is mogelijk de laatste ronde. Het is geen Tachanka dit keer. Want ze zitten ook op een hogere verdieping. Ik ben benieuwd of ze dit keer wel wat af kunnen houden. En ik ben benieuwd of René weer een beetje als visvoer gaat rondrennen. Nou, hij is nou redelijk traag. Net had hij een 3-speed, nu heeft hij een 1-speed. Dus ik denk dat hij zit zo van zalke plek. Hij is een beetje aan het zijn team een beetje aan het plagen. Dus dan willen jullie een t-shirtje of niet? Ja. Die Rainbow Six t-shirtje, stuur dan in PM naar Milan. Oh, wacht, nee, toch maar niet. Voordat hij zo meteen 100 berichten binnenkrijgt. Ja, en je ziet je nog niet in de Rainbow Six Benelux Discord. Zoek hem even op, ik heb de link niet zo Ik heb hem ook niet zomaar klaarstaan. Decibel, Decibel, als je nog kijkt, past wel. Post hem even, dankjewel. Dat is de meest vriendelijke limbo die je ooit zal ontmoeten. Castlewall zelf neergelegd en ook zelf kapot gemaakt. Die Snoopy is een beetje twijfelachtig, doet dan wel een normale barricade erachter. Dat hij nog wel een armor panel heeft. Tussen zijn de Lowland Siege spelers al op weg. En daar gaat dan wat kapot en dan denkt hij, hey, hallo. En daar gaat hij er snel voor. Nee, hij heeft hem niet, want de Castle Barricade wordt er snel voor geplaatst. Dit snap ik dan weer niet. Ik weet niet of je hier ook wil proberen om een Castle Barricade weg te zetten. Dat lijkt me niet zo. Daryl is wel gespot, dus hij weet dat hij daar close zit. Nee, maar hij ligt eronder en ik denk niet dat hij dat doorheeft. Oh, dat had ik zelfs niet eens door. En Snoopy hier nu met de Mind Games. Daar dan gewoon lekker aan chill is. Maar als hij nou opstaat, dan wordt hij zo meteen gewoon door zijn kopje heen geknald. Is ook wel kinky, best wel romantisch. Maar we zullen zien wat het gaat opleveren. Want dus heeft Magic Hands dan wel vanuit die window een kill op René R. Dus Snoopy denkt, oh, maar dat was niet de bedoeling. Wordt dan uiteindelijk van achteren vanaf de stairs gekild door Basje. Natuurlijk wie anders dan hij. Die daar met die bukken een redelijk aan het rondhuppelen is. En Line die gaat zo meteen weer naar binnen rennen om te planten. Die gooit zijn scan erachteraan en daar gaan ze. Ze houden gewoon de angles. Iedereen loopt er uiteindelijk in. En met een beetje distraction van Basje gaat het heel snel richting. Ziet hem daar net. Oh, jazeker. Ziet hem toch wel. Dat is een teamkill. Realiseert het nou pas dat hij een teamgate neergeschoten heeft. Ja, maar het was ook Killer Beast, dus het was ook niet zo daar eigenlijk verdiend. En Danny maakt dan een kill op Magic Hands, maar het is voorbij. De attackers winnen hier dan de ronde en daarmee heeft Lowland Siege dan ook hier de match gewonnen. De tweede ronde lekker efficiënt doorgespeeld. Klopt. En ik ben benieuwd of ze ook zo efficiënt door kunnen gaan naar hun volgende matchup. Naar de wij derde. Gaan even snel naar een break en we zijn dus binnenkort bij u terug met weer een nieuwe pot. Tot straks. Productie is nog even bezig. Maar we gaan dus zo tot na de pauze gaan we weer verder met het volgende.